Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. In deze aflevering gaan we kijken waar we met de 5 aura stenen naartoe moeten. Dit is het gesprek waar we zijn gebleven. We hebben nu in totaal 5 aura stenen verzameld, dit moeten ze allemaal zijn. Zonder uw hulp zou het niet mogelijk zijn geweest. Maar wat moeten we er nu mee doen? Ik geloof dat we nu alleen nog de kracht in mij moeten oproepen en deze koppelen met de aura stenen. Kracht? Wat voor kracht? Steeds als je het ei aanraakt, herinner je steeds iets meer. Heeft je kracht hier iets mee te maken? Ik geloof van wel. Ik herinner me vaag dat ik zo'n kracht heb. Een kracht alleen gegeven aan de boodschapper van de Azran. Met elke steen voelde ik een deel van mij dat op dat moment zat opgesloten ontwaken. Als we je toestaan alle stenen tegelijk aan te raken, zou je geheugen nog volledig hersteld worden? Professor, ik geloof dat uw volk een zekere regel aanhangt en dat doen wij ook. Wie niet waagt, wie niet wint. Ongelooflijk, we gaan echt de geheimen van de Azran ontdekken. Ik denk dat het oproepen van de kracht van de stenen veel concentratie vergt. Jullie zullen heel stil moeten zijn, goed? Oh, goed. Sorry. Het geeft niet. Ik ben eigenlijk best bang voor wat we gaan vinden. Maar hier met jullie voel ik me veilig. Het is de plicht van elke heer om zijn gasten uiterst gastvrij te behandelen. Dank u, professor. Ik ben er echt klaar voor. U ook? Professor, ik heb het gevoel dat er iets groots staat te gebeuren. Is er iets wat we nog willen doen voor Aurora de kracht van de aura stenen gaat oproepen? Nee hoor, let's go. Goed dan. Ik ga de kracht van de aura stenen licht opgeslagen en nu oproepen. Is iedereen er klaar voor? Het is zover, professor. Dat is het inderdaad, Luke. Laten we dan beginnen. Hé, eentje glimt er niet. Is dat een nappert? Wauw, de eieren gloeien. Ja, maar om een of andere reden blijft een van de eieren inactief. Dit is geen aurasteen. Geen steen? Bedoel je dat hij nep is? Ik begrijp het niet. Als hij nep zou zijn, zou hij dan niet in mijn handen hebben getrild toen we hem vonden? Dan ligt het voor de hand dat de echte steen op een zeker moment is omgewisseld met een vals exemplaar. Dat heeft Targent vastgedaan. Alleen zij zijn stiekem genoeg om zoiets te doen. Maar waarom al die moeite? Als zij de eieren hadden gewild, hadden ze er makkelijk alle 5 kunnen omwisselen. Dan is hun doel misschien niet om ons dwars te zitten, maar om ons te leiden. Om ons af te leiden, bedoel ik. Professor, hun bedoelingen zijn nu niet belangrijk. We moeten het ei terugkrijgen. Je hebt helemaal gelijk, Emmy. Maar hoe kunnen we het opsporen? Dat is een goed punt. Als Targent er echt achter zit, is het vast niet makkelijk om een van hun luchtschepen te vinden. Als ik jullie even mag onderbreken, de nieuwe locatie van de Aurasteen is mogelijk Astraanse koepel te vinden. Is het werkelijk? Als het zo is, dan zijn de problemen opgelost. Laten we er meteen heen gaan. De Astraanse koepel in Lekkerweg? Volle kracht vooruit. Let's go to Lekkerbegging. Gaan we het spel weer opslaan? Dat hebben we net nog gedaan, joh. Dat doen we wel. Prima Gima. Oh, ik dacht, wat is dit? Hoofdstuk 5, het nest. Emmy, vind je mijn kleren lelijk? Helemaal niet. De Azraanse kleren zijn een deel van je identiteit. Ik zou ze zelf niet dragen, maar jou staan ze uitstekend. Ik geloof dat ik me prettiger voel in deze kleding. Kan ik mijn carrière als modeadviseur vergeten. Nou ja. Je hoeft je geen zorgen te maken om mij. Ik vervul mijn roeping, de reden dat ik hier ben. Dan ga ik nu maar. Adios, amigos, zouden ze zeggen. Magische poeder. Magische poeder. Ik heb hem gevonden. De echte aura steen ligt volgens mij op deze locatie. Ah, wat vervelend. Maar niet geheel onverwacht. Kent u deze plaats, professor? Ik vrees van wel. Het ei bevindt zich in het Targent hoofdkwartier. Midden in een onguur oord dat bekend staat als het nest. Dan is het 5e ei inderdaad door Targent gestolen en verwisseld met een vals exemplaar.
Maar professor, we kunnen toch niet zomaar Tarjan's basis binnenlopen, of wel? Nee, dit wordt een gevaarlijke onderneming. Als we de Tarjan's basis willen infiltreren, moeten we ten alle tijde op onze hoede zijn. Maar dat zijn we sowieso wel, toch? Ik wilde trouwens nog vragen, voelde u niet dat het deze keer iets anders was aan Lekkerbek? Ik vraag me af of alle plekken die we bezocht hebben zijn veranderd. Misschien moeten we even kijken of we onze puzzels gemist hebben. De jongen heeft gelijk. Laat ons ervan verzekeren dat we voorbereid zijn totdat we het nest bezoeken. Vlieg naar het nest. Wij vliegen naar het nest. Het is hier eigenaardig stil. Dit is hoogst verontrustend. Ik zie geen mens. Ik had verwacht dat ze ons op zouden wachten met hun wapens in de aanslag. Er is iets niet helemaal pluis. Waarom hebben ze ons zonder problemen laten landen? Ik durf mijn leven te verwedden dat Bronev ons verwacht. Wat betekent dat? Dat betekent dat dat zijn agenten ons waarschijnlijk op straat in de val laten lopen. Ik vrees dat u gelijk heeft. Kwamen ze nu maar tevoorschijn, dan hadden we het tenminste achter de rug. Misschien wil Bronev echt met ons praten. De arrogantie. Goed dan, Bronev. Als je een spelletje met ons wil spelen, maak je de borst dan maar nat. Later... Oh, ik heb hem weggeklikt. Oeps. Wojo, dit is een heftig grote stad. Oeh, Filippi. Dus dit is het nest? Dus hier hebben we de symbolen in de Azraanse koepel ons heen geleid. Het nest. Ik voel de kracht van de oude stenen van binnen uitkomen. Ik weet het zeker. We staan op punt vijandelijk gebied diep binnen te dringen. Ik weet niet wat ons te wachten staat. Ben je er klaar voor, Aurora? Ja, dit is mijn opdracht en ik ben van plan haar te volbrengen. Geen zorgen, ik ben hier om je te beschermen. Ik zorg dat Tarjan niemand kwaad kan doen. We kunnen ons gelukkig prijzen met jou aan onze zijde, Emmy. Goed, laten we op jacht gaan naar het laatste ei. Wat? Wat was dat? Het kwam daar vandaan. Dat vraagt om nader onderzoek. Snel! Oké. Hey, een hindermeentje. Nice. Puf, zucht. Kom op, Mac. Niet opgeven nu. Daar is hij. Laat hem niet ontsnappen. Hij mag de stad niet verlaten. Professor, was dat niet meneer McIntosh? Inderdaad. En zo te zien zit Tarjan hem op de hielen. Wat doet hij hier? Ik dacht dat hij Azraanse ruïnes onderzocht. Wellicht heeft Tarjan er iets mee te maken. Dan moeten we hem helpen. Natuurlijk, hij is teruggegaan naar de landingsbaan, geloof ik. Nice. Doggo. En een eentje. Een carry. Rails. Nog een eentje. Nice, oké. Gaan we terug naar de landingsbaan. Wat lopen jullie hier te lantafanten? Aan de kant! Maar waar is die slapjanus gebleven? Er staat hem heel wat onaangenaams te wachten als ik hem vind. Volgens mij letten ze niet eens op ons. Dat kunnen we beter zo houden. Als we behoedzaam te werk gaan, maken we meer kans om meneer McIntosh te vinden dan voordat zij dat doen. Oh, dat is... Niet vinden.
professor McIntosh ging net de grote Targent luchtschip in. Hij zag er niet goed uit. Inderdaad, ik vrees dat hij gewond is geraakt. We moeten hem bereiken voor de Targent agenten hem te pakken krijgen. Het is zo donker hier. Ik zie geen hand voor ogen. Er is hier niemand. Ik voel geen andere aanwezigheid. Als hij het nest wil ontvluchten in dit luchtschip, zal hij nu wel naar de cockpit begeven. Maar ik betwijfel of Targent zomaar iemand toestaat er vandoor te gaan in hun militaire luchtschip zonder in te grijpen. Dan moeten we hem snel vinden. Ik ben hier eerder geweest. Ik kan jullie de weg naar de cockpit wijzen. Hij zit op slot. Oh nee, nu zitten we hier vast. Ik vrees dat McIntosh alle deuren achter zich op slot heeft gedraaid om zijn achtervolgers te vertragen. Maar we moeten hem bereiken. We moeten hem zeer zeker ook bereiken. Verdraaide schijven. Oh ja, dit. Oh nee. De deur van de laadruimte is weer op slot. En het lijkt erop dat Target agent het mechanisme hebben veranderd. De schijven zijn verdeeld in 4 kwadranten met de symbolen rondje en driehoekje. Die respectievelijk de waarde van 1 en 5 hebben. Om de deur te openen moet je de schijven zo draaien dat de som van alle symbolen in elk kwadrant hetzelfde is. Draai de schijven en help Emmy de deur te openen. Nou, moment hoor. Sorry. Hier is de tactiek om eerst alle puntjes te tellen. Dus het is... ja, jullie kunnen mijn muis niet zien, maar ik begin bij de buitenste rij. Dus het is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18. En begin ik weer bovenaan. 19, 24, 28, 31, 33. Dan beginnen we weer bovenaan. Is 36, 41, 46... 50, 55, 59, begin ik bovenaan, is 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76. Dan moeten we 76 gedeeld door 4 doen. Dat is, heel even kijken, 19 als het goed is. Ja, is 19. Dus er moet elk gedeelte moet 19 zijn. 9. Dit is 9. En dan moet er nog 10. Dus er moeten daar nog 4 komen. Dat kan al niet. Oké. Okay. Heb je 8. En 8. Dus 5 is 13, moeten nog 7. Boven is in ieder geval goed. Dat is 10 plus 10 is... Oh, dat is 20. Kut, dat moet 19 zijn. Zo is hij 19 als het goed is. Ja. Bovenaan is hij nu 19, maar is het in de andere kolommen ook zo? Nee, want hier heb je al links heb je al 20, dus dat kan al niet. Gaan we het even op een andere manier proberen. Stel je zo, dan heb je 10. Oké. Dat kan ook niet met links. Stel je doet het zo, dan heb je 13 bovenaan. 16. 19. Maar dan heb je... Hier heb je 16, dus dat kan ook niet. Dit is niet 19. Nee, maar dan is die links weer te groot. Zal ik kijken waar ik kan beginnen? Ja, dat heb ik al gedaan.
Ja, dat had ik al gedaan. Ja, nu moet u de kwadrant kiezen om op te richten. Wat dacht je van die waarvan de binnenste schijf een waarde van 3 heeft? Oké, okay, dan beginnen we daar. Ja, nu 3 is 7, 8, 9, 10. 11, 17. Even kijken. Nu heb je onderin heb je 5, 7. Dus 4 is 11. Dus 4 is 15. Plus 3. Ja, dat is ook niet goed. Dan moet je ergens een 5 hebben. Zo. Dan heb je 3, 8. Ik zit nu de onderste te doen, hè. 3 is 8. Is 12. Is 19. Oké. Okay. Nu is het bovenaan is het 18. Dus dat kan al niet. Vermoeiend. Zoals in 3 is gezegd, richten we ons op het kwadrant waarvan de binnenste schijf een waarde van 3 heeft. En we proberen combinaties te maken in een totaal van 19. Beginnend met de hogere waarde. Bijvoorbeeld 3, 8 plus 6 plus. Ja. Door de schijven in plaats te draaien is het een stuk gemakkelijker verschillende combinaties te maken. Ja, dat ben ik de hele tijd al aan het doen. Dus stel je doet 3 en 8. 11. 15. Dat kan niet. 15. Dit kan zomaar eens niet kloppen. Nee. Oké. Okay. 3. Dat kan niet. Dit is te veel. Nee, dit kan ook niet. Nu heb je in de onderaan in het midden heb je 3, 7 plus 5 is 12. Dan heb je nog 7. Even kijken, 7 onderaan plus 14 plus 5 is 19, 15, dus bovenaan weer 18. Oh, ik haat dit spel echt, dit is echt geen leuke puzzel omdat de hints ook gewoon zo slecht zijn. Als we nou zo doen, hebben we 8. 8 plus 4 is 12 plus 3 is 15. Even kijken wat we nu hebben hoor. 3 is 8, 12, 14, 19. Dit is nu 19. Dus 10, dus als weer 18.
Plus 5, dus dat kan ook niet. Oh, fuck. En zo, even kijken, heb ik 10, 12, 7 is 19. Dan heb ik bovenaan, dus 10 is 19. 10, 10, 16 aan die kant. Wat een kutzooi. Dacht dat ik hem had. Ik heb het gevoel dat die wel hier moet. Moet nog 12 zien te krijgen. Dus stel ik zou dit doen. Dat gaat dan niet. Helemaal opnieuw. We beginnen eerst rechts. Wat kunnen we rechts doen? 2. Dit is 10. Dus moeten we nog 9 hebben. Voor natellen is 10, is 19. We hebben rechts 19. We hebben onderaan het midden 19. Oh, volgens mij klopt die niet. Nee, ik dacht dat ik hem had. Welke puzzel was dit? 115 of zo? Plus 115 geloof ik. Als dan deze. Oh, het is echt 115. Oké. Opnieuw. Het zou moeten zijn. Kibooming. Ik heb er een goed gevoel over. Dan maar een beetje gecheat, maar het is ons wel gelukt. Kijk, want anders duurde dit nog langer. Goed. Ja, professor, hij is open. Uitstekend werk, Emmy. Laten we nu snel verder gaan. Laten we deze aflevering snel beëindigen. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je terug bij de volgende aflevering van Professor Layton en de Erfenis van de Azran. Adios, amigos.